Paul van 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 11 november 2015. Dit is het bulletin van woensdag. Instellingen voor de data in Contestia zijn gelijk aan gisteren 355 hertz en de gegevens zijn ook te vinden bovenaan www.pa0ete.nl. Webwereld maakt melding van hoe slecht het gaat in de branche van winkels die elektronica verkopen. Wie doet het licht uit, zo komt de Webwereld. Het aantal wanbetalingen in de elektronica-branche neemt hand over hand toe. Steeds meer bedrijven kunnen niet meer aan hun verplichtingen voldoen. De ellende blijkt te groot. Het aantal faillissementen neemt snel af, zo constateerde het CBS onlangs. Maar dat geldt niet voor de winkelbranche. Vooral de consumentenelektronica heeft het moeilijk. Nu was dat al penibel voor de meeste zaken, waarvan vele inmiddels al failliet zijn. En dat komt natuurlijk omdat jij en ik lekker zitten te webshoppen in plaats van eens een aardige verkoper van vlees en bloed te vragen naar zijn expertise. Het alarm gaat volgens webwereld.nl nu een octaafje hoger af. Steeds meer winkelondernemers kunnen simpelweg niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen en laten incasso-enveloppen ongeopend op de deurmat liggen. Vooral in september en oktober nam het aantal wanbetalers toe met maar liefst 40%. Hoe komt dat nou? Nou, dat kunnen we uitleggen, zo gaat Webwereld verder. September en in iets minder mate oktober zijn toch belangrijke maanden voor de elektronica-branche die graag de schoolgaande kinderen wil voorzien van de nieuwste snufjes. Maar de grote toeloop bleef uit en dus zitten de winkels blijkbaar wel met allerlei bestelde spullen in het magazijn, maar kunnen ze de rekening niet meer betalen, laat staan de huur, CQ-pacht van de winkel en de andere vaste lasten. Binnenkort een dagje uit? Ga eens naar een winkelcentrum in uw regio en maak de laatste foto's van een binnenkort historische stadsbeeld. Ik breng het nieuws altijd zo snel mogelijk. Dat wil zeggen dat ik de ene dag misschien heel veel nieuws heb. Maar omdat ik meestal geen onderwerpen dus bewaar tot de dag erop, kan het zijn dat ik de dag erop dus niets heb. Omdat ik niet altijd genoeg nieuwsonderwerpen heb en natuurlijk ook niet iedere dag een micronatieverhaal wil uitzenden of kan uitzenden, is het misschien wel leuk om eens in te gaan op verschillende onderdelen van onze cent-hobby. Niet iedereen kent de achtergrond van alle aspecten van onze hobby en ook voor beginners is het misschien leuk. En jawel, vandaag was het nieuwsaanbod dus niet zo heel erg groot. Amateurnetten, in het Nederlands ook wel rondes genoemd, is zo'n onderwerp. Dit soort netten is vooral een herkenbaar fenomeen in telefonie, maar ook in morse en met andere modulatiesoorten komen ze voor. Het is niet helemaal duidelijk wanneer dit soort zeg maar, bijeenkomsten van een aantal amateurs begonnen zijn, maar het is wel duidelijk dat het een wereldwijd fenomeen is en dat het ook heel erg bij onze hobby hoort. Netten worden gewoonlijk op een vast tijdstip en een vaste frequentie gehouden. Vaak worden ze opgezet voor een bepaald doel of vanwege bepaalde interesse, maar ook als een vorm van afdelingsbijeenkomst via de ether. Ook zijn er netten die bijvoorbeeld er zijn om berichten door te geven, zogenaamde trafficnetten, zoals bijvoorbeeld bij noodsituaties of bij de verwachting van zwaar weer. Ook zijn er netten die zich speciaal op het werken van de X concentreren. Veel nationale of internationale netten hebben een bepaalde specifieke interesse, zoals het werken met antieke radioapparatuur. Lokale netten worden vaak eerder voor de sociale contacten met mensen uit de eigen regio opgezet en hebben dan ook geen specifiek onderwerp. Netten en rondes zijn er in verschillende stijlen. Netten uit bijvoorbeeld de VS klinken in onze oren nogal formeel. Natuurlijk zijn netten die zich op noodsituaties richten haast per definitie formeler dan een net of ronde die vooral op een gezellig gezamenlijk gesprek gericht is. Formeel georganiseerde netten hebben altijd een rondeleider. Bij een niet-formeel net is dat heel wat minder vanzelfsprekend, maar ook is er meestal dan een rondeleider. In heel uitgestrekte landen als de VS of Australië zijn er op de korte golf ook netten met meerdere rondeleiders. Bij kleinere netten is er vaak een vaste rondeleider die iedere week datzelfde werk doet, maar het kan ook daar roleren. Bij grotere netten gaat dit veel vaker bij toegebeurd en netten die langer bestaan verslijten bij dit langere bestaan ook vaak meerdere netleiders. Soms heeft de netleider ook hulp van een soort secondanten die met name op de korte golf in de gaten houden dat er geen inmelders in de QSB verloren gaan. De bedoeling is dat een netleider inventariseert wie er is en er ook voor zorgt dat iedereen binnen de mogelijkheden ook aan het woord komt. In feite is de netleider of rondeleider wat de voorzitter is bij een vergadering. Vandaag toch ook nog een micronatie, of eigenlijk niet, want het is eigenlijk een microstaat. Vaticaanstad is internationaal erkend en heeft ook een zetel bij de VN, wat micronaties per definitie niet hebben. Vaticaanstad is slechts 0,44 vierkante kilometer in oppervlakte. Het is daarmee het kleinste zelfstandige land, als je tenminste Sealand niet meetelt, dat immers door geen enkel ander land erkend wordt. De officiële taal in Vaticaanstad is Latijn, maar de omgangstaal is Italiaans en daarnaast Duits, Engels, Frans, Spaans en Portugees. Vaticaanstad slaat zijn eigen Vaticaanse euromunten, die net als de euromunten van San Marino en Monaco vrijwel niet gewoon in omloop zijn, maar voor veel hogere bedragen onder verzamelaars verkocht worden.
In juni 2005 woonden er in Vaticaanstad 921 inwoners. In hoofdzaak waren dat geestelijken en leden van de Zwitserse garde. Er werken daarnaast ongeveer 3000 leken die van anders komen. Behalve het feitelijke Vaticaanstad, dat geheel door de stad Rome wordt omsloten, bestaat het land Vaticaanstad ook uit enkele andere plekken in Rome en uit het zomerverblijf van de paus in Castel Gandolfo. Vaticaanstad heeft een eigen politiemacht, de Zwitserse Garde genaamd, die ook daadwerkelijk uit Zwitsers bestaat. De Zwitserse Garde is een overblijfsel van het oude leger van de paus. Het landje kent vanzelfsprekend een nationaliteit en een paspoort. Geestelijken kunnen met dit paspoort in een aantal landen ook de diplomatieke status krijgen. In 2003 hadden 552 personen de Vaticaanse nationaliteit, vooral dus ook weer geestelijken en leden van de Zwitserse Garde. Vrijwel al die mensen hebben een dubbele nationaliteit. De Vaticaanse nationaliteit hebben ze slechts voor de duur dat ze in het landje werkzaam zijn. Het ministaatje Vaticaanstad is pas in 1929 ontstaan nadat er conflicten waren geweest tussen pausen en de staat Italië. Overigens bestond er tussen het jaar 756 en 1870 al een kerkelijke staat waarover de paus regeerde en die een turbulente geschiedenis kent. Al rond het jaar 300 hadden de pausen aanzienlijke grondgebieden onder hun beheer. De kerkelijke staat bestond later uit een brede strook van kust tot kust in Midden-Italië. Het grondgebied omvatte de huidige Italiaanse regio's Latium, Umbrië, Marken en Emilia-Romagna ter hoogte van Rome. De staat kende een wisselend gezag in de regio en speelde vaak nauwelijks een rol in de internationale politiek. De Franse Revolutie, die in 1789 begon, luidde het begin van het einde in voor de kerkelijke staat. In 1796 kwam Napoleon Bonaparte aan de macht en na de Franse invasie van 1797 raakte de kerkelijke staat de steden Ferrara, Bologna, Romagna en Modena kwijt. Deze gingen als zelfstandig land verder. In 1798 werd de kerkelijke staat geheel door de Fransen bezet, die er de Romeinse staat uitriepen. Paus Pius VI werd daarbij verbannen. De kerkelijke staat werd weliswaar in 1800 hersteld, maar ging in 1808 op in het Koninkrijk Italië. In 1815 werd de kerkelijke staat echter nogmaals in ere hersteld. In 1830 en 1831 was er wederom onrust toen er meerdere revoluties uitbraken tegen het zeer behoudende kerkelijke regime. Ook in 1849 was er een revolutie waarbij opnieuw een liberale Romeinse republiek werd gesticht. In datzelfde jaar werd het land met de hulp van Frankrijk, Oostenrijk en bij de Siciliën weer terugveroverd. Italië kende in die tijd een nationalistische beweging die eenheid van het land voorstond. De kerkelijke staat, die het land precies in tweeën verdeelde, was voor hen een doorn in het oog. Bovendien werd de kerkelijke staat door diverse andere landen militair beschermd. Dat alles bemoeilijkte het bestuur en de economie en stond een echte eenheid in de weg. In 1859 koos een groot deel van het pauselijke gebied zelf voor aansluiting bij Italië. De paus had nu alleen nog de regio Latium over, een strook land ongeveer een derde van de laas van Italië breed, met in het midden de stad Rome. Dit gebied werd beschermd door Franse soldaten, die zich echter na een nederlaag in de Frans-Duitse oorlog in 1870 moesten terugtrekken. Hierop werd het gebied door de Italiaanse koning Victor Emmanuel II veroverd en geannexeerd, waarmee het ophield te bestaan. Een jaar erop werd de soevereiniteit van de paus zelf door de koning weliswaar erkend, maar de kerkvorst had daarmee dus geen territorium meer. De Heilige Stoel, zeg maar de bestuurlijke macht van de kerkelijke staat en later Vaticaanstad, wilde echter niet in de vorm van een wet akkoord gaan met de bevoegdheid van Italië om het gebied over te nemen. Vanaf dat moment weigerde de opeenvolgende pausen het Vaticaan nog te verlaten. Dit verschil van mening werd pas 59 jaar later, in 1929, opgelost. In dat jaar erkende de Italiaanse dictator Benito Mussolini de soevereiniteit van Vaticaanstad, waarmee het een onafhankelijk land werd. Thank you.
Prices zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE.